Ik kreeg de foto van mijn vriendin. Die zit hier achter me. Ze was nog 20 en jong en onbezonnen en had nog geen smaak die ze nu wel heeft. Ga door. En voor Sinterklaas kreeg ik deze poster van hem. Ik had een wit stuk muur in een brak appartementje in de pijp waar al heel lang niks hing. En zij dacht dat het leuk als daar iets komt te hangen. Dus toen hing deze poster. Ik was er heel blij mee. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik hem aan mijn muur had hangen, kwamen mijn snobistische vrienden over de vloer. En ik kreeg alleen maar commentaar. Wat heb jij nou weer aan je muren hangen? Mm-hmm. Zijn er geen mooiere foto's van Amsterdam? En toevallig hadden wij het er net ook over. Ja. Jij vindt het ook een hele lelijke foto. Nou ja, ik kende die foto helemaal niet. Dus ik dacht, ik kom toch ook wel bij IKEA. Mm. Maar ik heb de foto nog nooit gezien. Omdat ik altijd langs dat soort foto's loop. En denk van, wie wil in godsnaam zo'n foto in zijn huis? Nou ja, 500.000 mensen. Ja. Ja, het is dus 500.000 keer verkocht. En ik had hem natuurlijk hangen, dus ik ging ernaar kijken. En als je nou kijkt naar die foto, het lijkt gewoon te zijn genomen door iemand die zijn trein moest halen of zo. En even snel op de Brouwersgracht afklikte. Een volle prullenbak. Het is nog einde winter, begin lente. Een paar vieze duiven, een paar flessen volgens mij onder die prullenbak. Ik vind het gewoon, het is ook niet echt een mooie compositie. Er zijn heel veel mooie foto's van Amsterdam te nemen. Ja. Maar dit is er niet één. Kortom, een raadsel. Ja, een raadsel. Wat is hier aan de hand? Ja, precies. Waarom heeft IKEA voor die foto gekozen? Wie is de maker, et cetera? Ik wil dat weten. Ik dacht, wie is dit? Je komt er al vrij snel achter via gewoon internet, volgens mij, wie de fotograaf is, hè? Ja, een Argentijnse maker. En eigenlijk de eerste Google-hit die ik vind is dat hij is omgekomen bij de tsunami in 2004. Ja, Argentijnse fotograaf. Ja. Fernando Bengochea. Ja, het duurt echt. En een groot fotograaf. Ja, hij was niet zomaar de eerste de beste. Nee. Ik dacht dus, dit is gewoon een jongen, een hobbyfotograaf die de trein moest halen terug naar Londen. Kater, weet je wel, moest rennen, even snel klik. Maar dit blijkt dus een jongen te zijn die hier voor werk was. En echt bij de grootte der aarde over de vloer kwam.